Yo mensen van School Games, mijn naam is Jeroen en vandaag gaan wij Heavy Rain aflevering 2 opnemen. We waren geëindigd bij deze winkelcentrum met, de vader en twee zonen en de moeder. We waren gewoon aan het winkelen, ik weet niet waarom. We zijn besloten in één keer om te winkelen. Maar wat ik ook wil zeggen is dat ik jullie enorm dankbaar ben voor de vorige video die jullie hebben voor de massale weergave die jullie hebben gegeven en de vorige video. Dus daar wil ik jullie even voor bedanken. En we gaan sowieso deze serie afmaken. Dus dat. Nou, we zijn met Sean of Jason, een van de twee. Ik heb geen idee. Ik kan het nooit uit elkaar halen. Geen idee. Nou, oké, dus één keer met zijn moeder, één keer met zijn vader. Maar de vader zit te dagdromen en in één keer plots. Huh? Waar is hij naartoe? Jason! Het is nog steeds Jason. Zo geweldig dat ik dit met toetsen wat aan mij mag spelen. Jason. En niemand heeft er iets over gedaan. Jason! Kom hier, Jason! 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 Oké, okay. Kom! Hij heeft die jas aan hoor. Jason! Kom hier! Stinken! Jason, niet zomaar bij me vandaan lopen. Ja, waarom loop je weg? Er zijn hier veel te veel mensen. Alsjeblieft, pap, mag ik er een? Ik wil hem echt heel graag. Dus daarom liep je ons weg. Oké, we kopen wel een ballon. Gaaf! Is dat ook niet? Normaal mogen we alle keuze maken en nu mogen ik keuze maken of we een ballon willen halen voor hem of niet. Maar goed, de rode. Rood is ook gewoon niet opvallend. Dat is dan $2, meneer. Als in... Jason, wacht op me, wacht op je papa, jongen. Het is hier binnen erg druk. Nou, geef hem... Hou de rest maar. Wat een clown. Kijk. Het is onmogelijk om schoenen te passen met al die mensen. Waar is Jason? Hij stond net nog naast me. Ik kocht een ballon voor hem, draaide me op en hij was verdwenen. Verdwenen? Wat bedoel je met verdwenen? Blijf hier. Ik ga hem halen. Ik ben zo terug. Jason! Jason, jongen. Wat een stinkkind. Waarom loop je allemaal weg? Nou. Nice. We zijn ons kind kwijt geraakt. Misschien zit hij in een van deze jurkwinkels. Yo. Oh, we zien hem. Jason. Oh, we moeten achteraan. Jason. Ah, we zien hem. Wow. Wat een mokkel kunnen zien. Hij heeft die rode ballon vast in zijn kop. Ah, daar is hij. Kom hier, stinkend. Kom hier. Jason. Ah, daar is hij. Daar is hij, daar is hij. Jason. Ik kon hem maar niet vinden. Ja, moet je niet voor me staan. Oké, dit is heel vreemd. Heel ongemakkelijk dit. Oh, dat andere rode ballon. Ja, tuurlijk is er ook. Ik heb precies in de winkel zetten we twee rode ballonnen. En dan hebben wij de verkeerde rode ballon. Ja, man. Thanks. Thanks, game. Jason. Kom hier. Anders is hier niet, joh. Doof, wacht op. Jeetje. Jason. Oh, hij loopt ook op pal recht door de straat in. Oké. Okay. Shit. Ik hoor ook mijn auto's doorheen. Ja, nu hoor je ons ineens wel. Van 500 kilometer. Jason, nee! Jason! Jason! Wat een stinkkind. En nu zijn we die kind verloren waarschijnlijk. Oh, daar begint het drama al. Daar begint het drama. En de rode ballon ook weg. Daar gaat ons $5. Ja, nice. Ja, dit gebeurt er als je in een winkelcentrum random loopt.
Als kind. Zijn. Ja. Ongeluk zit in een klein hoekje, zegt ze wel eens. En ja. Hier zie je het. Nou, daar beginnen we. 2 jaar later. Die intro duurde echt veel te lang, jongens. Sorry dat ik het even heb geskipt, maar... Het duurde echt lang. Oké, nou... We zijn nu vader met 1 kind, omdat ja... De andere is doodgegaan. En dat is Sean, die enige die is overleven. De arme knul. Hoi, pap. En wij voelen ons zeker sowieso schuldig, want ja, we hebben... We moeten altijd op 1 kind moeten opletten en dat is ons niet eens gelukt. Dus ja. Daar gaat ons vader simulator. Ja, hoe je het wil doen. Oké, deze is wel heel ja, dat, tenminste dat valt eigenlijk wel mee. Oké, nou, we gaan met de auto. Jeet. Yes! Nou, daar gaan we met de auto. We hebben nog. Ik vind niet gas, ik vind niet remmen. Helemaal mooi. Maar hoor je niet klaar. Maar het gaat wel 2 jaar later, dus ik ben benieuwd wat er dan is gehandeld in die tussentijd. Nou, ja, natuurlijk, Sean is er alleen, Jason is weg. En de vader is natuurlijk, ja. Die was zich natuurlijk niet heel. Want ja, 1 kind is weg door hem. Oké, Sean gaat tv kijken. Niet eens afvragen hoe het met ons vader, hoe het met ons gaat. Oh, Sean. 6 uur huiswerk. Oké. Laten we even kijken naar tv kijken. Gaan we even met rust laten, want ja, ik vond het vroeger ook al irritant als mijn vader zei van, yo, doe even iets anders. Huiswerk om 6 uur. 4:30 snack. 7 uur diner. 8 uur bed. Oké. Zullen we geen huiswerk maken? Ja, we gaan 6 uur huiswerk maken. Pap, waarom zet je hem nou uit? Dat is mijn favoriete serie. Zet hem aan, pap. Zo. Nee. Nee, ik vind dat je vandaag lang genoeg tv gekeken hebt. Toe, pap. Nog maar heel eventjes. Nog eventjes? Jezus, man. Kijk de hele dag tv. Nee, het is genoeg. Dat is niet eerlijk. Van mama mag ik altijd tv kijken naar school. Ja, dat heb je toch al gedaan. Oh, wat? Ongelooflijk, deze kind. We keken naar de dagplanning. Hier. Laat me met rust, ik haat je. Zo, omdat wij niet je tv liet kijken, word je boos. Nice. Oh, wauw. Maar het was alleen maar verdrietiger. Hij heeft het ding geschetst dat Jason dood is gegaan. Waarom schet je dat ook? Wat voor... Wat zo ben je? Wat voor kind ben je als je... Oké, we krijgen in één keer... Vreemde... Oké, wat krijgen we gekke wachtens? Wat? We zijn ineens buiten. Oh, we hebben iets aan in ons hand. En hond. We hebben weer een droom of zo. Ik weet niet wat wij hebben. Cannabis corner nog. Oké. Dus daar is iets mee te maken. Oké, we gaan nog heel even door en dan stoppen we. Okay. We zijn een spion of zo? Ik heb geen idee wie het is.
Nou, maar ook wel worden we achter wie we zijn. We hebben natuurlijk personen die we kunnen zijn in deze game, maar... Eén daarvan is onze Lauren Winter, oké. Lauren Winter, ooit van gehoord? Nee, niet echt, nee. Nou, je hebt echt heel veel interesse in mij getoond. Midden in mijn gesprek zit je gewoon een krant te openen. Lauren. Ik deze. Even een gokje. Lauren Winter. Sorry, klanten alleen op afspraak. Nee hoor. Wie is dit? Kost $50. Ik ga niet zoenen en doe geen kinky shit. Wat? Oké, we doen. We zijn op zoek naar een vrouw en ineens zijn we op een gekke plek beland. Je hebt precies 10 minuten, als de wekker gaat is het voorbij, oké? Nou, hier is geld. Ik heb geen idee waar we zijn beland, maar Trek nog maar je kleren uit, we hebben niet de hele dag. Eigenlijk ben ik geen klant. Ja. Oh. Shit, een agent. Ik had het kunnen weten. Wat wil je? Een gratis WIP, is dat het? Wat? Ik ben echt op een verkeerde pad beland ofzo. De ouders van de slachtoffers van de Origami Killer hebben me gevraagd de moorden te onderzoeken. Ik wil je alleen maar wat vragen stellen over Johnny. Ik heb de politie alles al verteld en er niets aan toe te voegen. Laat me met rust. Dat je ons kan helpen met dat ding? We gaan begripvol zijn. Misschien werkt dat bij een vrouw. Geen idee. Ik begrijp het, Lauren. Ik weet wat je doormaakt. Oh ja, weet jij hoe het voelt als je het lichaam van je kind op een verlaten terrein vindt? Het spijt me, ik geloof dat je geen flauw idee hebt van wat ik doormaak, Shelby. Oké. Vol spelen en wat kopen. Nah. Ben je doof? Ik heb je niks te zeggen. En nu oprotten. Oké, informatie kopen. Ik heb voor 10 minuten betaald, of niet? Ja. Alles wat ik vraag is dat je in die tijd wat vragen beantwoordt. Je geeft me geld om over mijn zoon te vertellen, is dat het? Je kunt mijn lichaam kopen, Shelby, maar mijn zoon is niet te koop. Rot op! Wow. Rot een eind op! Jeetje joh, rustig. Ik ben wel betaald. En hier een klein beetje ook. Oké. Nog meer. Ik herinneren, al is het een detail. Ja, bij ons op, joh. Oké, dan gaan we weg. Toedeloe. Maar het is nog zo. Oh, jeetje. Je wilde net iets zeggen? Wat voor gekke dingen heb jij? We spacen. Waarom spacen elk karakter ineens? Oké. Wat hebben wij? Oh, wat? We moeten astma spuiten. Dus zo'n puff. Oh joh. Lauren, doe open, baby. Ik ben. Wat is het? Wat doe jij nou hier? Ik heb je toch gezegd dat ik je niet meer wil zien. Sorry, Pop. Maar ik moest even langskomen. Oké, we gaan hapen. Plop, wie is daar? Shelby wie? Shelby Rockhand. Wat moet je van me, eikel? Lauren, is alles oké? Okay? Alles is kids. En nou op dieve loser. Oké, jij wil een pak slaag. Kom hier. Jij weer? Ja, hier. Kom maar. Kom dan, wie ben jij? Oh. Oh, kak! Oké, dat is... Hey, ben ik slecht! Oké, dames en heren. Hierbij eindig ik de video. Vond je dit nou een leuke video? Doe een blauw duim omhoog. Ga ik deze man slaan? Laat onder in de reacties weten. En dan zeg ik nog één ding. En dat is... Doei!